Lieve allemaal, leuk dat je weer kijkt naar aflevering 2 van Nick en Nick Make Me a Model, seizoen 2. We zijn natuurlijk al meer te weten gekomen van alle kids en het is nu tijd voor hun allereerste grote opdracht. En dat is een gevaarlijke opdracht, meer zeg ik niet. We gaan ze er eerst even bij halen. Boys and girls, kom er maar bij. Ja jongens, daar staan jullie dan weer. Spannend moment. Jullie staan hier nu nog met z'n twintigen. Hè? Aflevering 1 hoefde er gelukkig niemand naar huis. Vandaag wordt een belangrijk moment, want als model moet je altijd shinen. Ook al ben je misschien een klein beetje bang. Of misschien wel heel erg bang. Ik ga niet meer zeggen. Dat is het enige. Ik zou zeggen, jongens, heel veel succes bij de volgende opdracht waar Levi op jullie staat te wachten. Lieve mensen, welkom op de NDSM-werf. Dit is vandaag jullie eerste challenge dag. Jullie krijgen vandaag een indeling in 4 verschillende groepen van 5 mensen. En elke groep krijgt een challenge toegewijd. En die challenge is eigenlijk ervoor om jou een beetje te testen. Hoe goed kan jij tegen afleiding? En dus voor de duidelijkheid, er zijn straks 4 challenges, 4 groepen. En elke groep krijgt een andere challenge. Ik ga nu de groepjes voorlezen. De challenges ga ik jullie straks vertellen. Hebben jullie er een beetje zin in? Nou, helemaal in koor. Groep nummer 1 zijn Kenson, Leighton, Veloise, Liv en Anna. Groepje nummer 2. Jalen, Geneva, Thies, Jaden en Jessen. Groepje nummer 3. Morgan, Kenza, Joost, Max en Emmanuel. En de laatste groep, groep nummer 4. Madelief, Jasmijn, Senna, Feline en Desmond. We hebben 4 verschillende challenges. En challenge nummer 1, die dus niet gelinkt staat aan groepje 1... Maar challenge nummer 1 is, jullie gaan straks, of een groep gaat straks over balken lopen om te kijken hoe goed ze tijdens dat ze balanceren nog op de foto kunnen gaan. Challenge nummer 2 is dat jullie met een heel erg leuk lief dier op de foto gaan, namelijk een python. Een python is een wurgslang. Challenge nummer 3 heeft iets te maken met wind. Wij gaan gewoon heel erg veel wind genereren en daarvoor moeten jullie nog steeds jullie best doen om goed op de foto te staan. En de laatste challenge is water. Heel veel water. Ik hoop dat jullie er een beetje klaar voor zijn. Ik ga jullie nu vertellen welk groepje welke challenge toegewijd krijgt. Groepje nummer 4. Jullie krijgen de opdracht water. Groepje nummer 3. Alsjeblieft, je hand omhoog. Jullie mogen balanceren over de balken. Groepje nummer 2. Wel of geen slang? Dat is de grote vraag. Jullie krijgen de opdracht met de wind. En groepje nummer 1 mag straks met een hele grote, mooie, dikke python van 4 meter lang een foto maken. Zijn jullie een beetje klaar voor? Ja! Zijn jullie een beetje zenuwachtig? Nee! Niet eens? Nou, dan gaan we toch gewoon beginnen? Let's go! Dan is groepje 1 aangekomen bij de eerste challenge. En zoals jullie net al een beetje hadden meegekregen, hebben wij hier een python. Mark is er ook bij gekomen en Mark heeft deze slang meegenomen. Misschien kan jij er iets meer over vertellen. Dan geef ik deze gewoon aan jou. En dan... Dank je. Het is een tijgerpython. Een tijgerpython albino. En hij komt vooral in Azië komt hij voor. In India, Nepal, Vietnam, daar zo. Hij krijgt bij ons af en toe een cavia of iets kuikentje te eten. Ik zie een beetje een mix van spannend slash niet heel spannend. Ga je het redden, denk je? Zullen we eerst voorzichtig kijken? Zullen we eerst gewoon even rustig kijken? De man zit nu nog dicht. Tada. Nu lijkt hij best wel klein, maar als je straks ziet, dan zul je zien dat hij heel groot is. Oh, die neusgaten. De neusgaten? Ja. Wie durft te staven al in zijn... Dames en heren, ik ga er vandoor. Heel veel succes. Ja.
Jullie hebben hem nog vast. Hoe vond jij het gaan? hoe vonden jullie het gaan? Ging het goed? Ik zag eigenlijk alleen maar... Ja, het ging eigenlijk het wel. Het begon een beetje spannend. Ja, ik vind het nog steeds een beetje vies en eng. Maar... Je ziet het. Je ziet het. Een beetje spannend. Ik hou ervan. Jij houdt hiervan. Volgens mij ben jij helemaal in je... Ja. In je natuurlijke habitat. Ik durf hem wel vasthouden, maar dan moet helemaal iemand... om jou zo heen. Helemaal om je heen. Ik weet niet hoe zwaar die is. Heel zwaar. Met yoga. Ja, dat kan wel. Oh, je voelt echt als je een en al... Als je het niet goed verdeelt. Oké. Nou, we gaan door naar de volgende challenge. Terwijl ik even gewurgd word door een python. Mark, dankjewel. Ik neem je slang kist, mee naar huis, denk ik. Ja, ga je gang. Kan ik hem gewoon zo erin leggen? Ja, jij kan hem zo erin leggen. Groepje 2 die staat klaar om weggeblazen te worden tijdens challenge nummer 2. Zijn jullie er een beetje klaar voor? Ja. Hebben jullie een beetje een idee van wat er gaat gebeuren? Ja, een beetje. Een beetje. Er staan daar twee hele grote, wat zijn het? Feuns? Windblazers? Ja, zo noemen we het. Zo noemen we het. En twee hele grote windblazers. Die gaan straks aan op volle kracht en jullie mogen dan de foto's gaan maken. Nou, jullie hebben je haar. Kinderblazers? Ze blazen kinderen. Dit krijgt een hele rare wending. Dat mag niet. Die gaan straks aan op volle kracht. Jullie mooi gedane haren gaan dus helemaal door de war. Maak er het beste van. Gebruik wat nodig. En ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Hoe ging het, groepje nummer 2? Ging het goed? Goed, ja. Minder eng en minder spannend dan de slang, denk ik, of niet? Ja, was wel veel leuker, zeg maar. Nog één keer. Was wel veel leuker. Dit? Ja. Want? Ja, je kreeg gewoon veel wind. Ja. Ik vond ze eigenlijk allebei wel leuk, maar als ik toch moet kiezen, dan vind ik toch wel de slang het leukste. Ja, toch de slang. We hadden verwacht dat de slang eigenlijk juist het spannendste zou zijn, maar... Ik vind dat leuke dieren die gewoon om je heen gaan wikkelen. Ja, gewoon over je heen. Ja, lekker gewurgd worden en zo. Dan gaan we op naar groepje nummer 3. Opdracht en challenge nummer 3. Zijn jullie er een beetje klaar voor? Ja. Ja? Een beetje wel? Ja, zeker. Ja, zeker. Kijk, dat horen we graag. Ja. Hebben jullie een beetje een idee wat de bedoeling is bij de challenge? Goede foto's proberen te maken. Dat zit. Heb je een beetje goed balans? Niet echt, maar ik ga niet het echt. Proberen. Gewoon je best doen. Volgens mij komt het goed. Ik verlaat heel snel mijn balans. Je verliest heel snel je balans? Ja. Oh ja, daar wordt het nog wat. Jullie gaan op deze balken de groepsfoto maken en jullie moeten jullie balans natuurlijk goed houden. Anders dan is het uit balans. Nou, veel succes. Ging het goed voor je gevoel? Het ging wel goed. Ik denk dat het wel mooie foto's zijn geworden. Ik hoop het. Jij had geen balans. Kon je je balans houden? Nee. Oh, maar de foto is wel gelukt? Ja. Een beetje? Een heel klein beetje. Oké, wat denk je dat het jurycommentaar gaat zijn? Nou, ik denk dat ze... Ja, ik zou het echt niet weten. Ik heb de foto's nog niet gezien. Maar ik denk dat het wel prima is en leuk dat je af en toe zo'n been in de lucht hebt en zo. Een beetje het nonchalante. Ik ben heel benieuwd. We gaan het horen van de jury. Maar allereerst nog het laatste groepje. Groepje nummer 4. En daarvoor gaan we naar buiten. Aangekomen bij groepje nummer 4 en dus ook challenge nummer 4. De tuinslang. Dus niet de challenge, maar ze moeten presteren onder nogal afleiding, namelijk water en kou. En ik vind het heel zielig, want ik mag ze dus nat gaan spuiten met deze tuinslang. En ik vind het heel zielig, want het is heel koud. En ik heb het ook koud, dus ik, ja. Sorry. Groepje nummer 4, nog een beetje aan het opwarmen van de challenge. Hoe vonden jullie het gaan? Ja, wel goed, maar wel heel erg koud. Ja. Koud? Ik heb de foto's gezien. De foto's zagen er in ieder geval heel erg goed uit. Vond je het nog een beetje leuk om te doen? Ja, ik vond het ook wel heel leuk. Oké, je dacht niet van, waar hebben we ons nu weer voor aangemeld? Oké, goed om te horen. Hoe denken jullie zelf dat de foto's eruit zijn? Nou, ik denk wel grappig, omdat
Ja, heel soms. Nou, kijk, ik tenminste een beetje stom. Ik weet niet, de rest ook misschien. En ja, dat denk ik wel leuk. Nu alweer een beetje opgewarmd of nog ontzettend koud? Klein beetje koud. We gaan straks nog even met de hele groep zitten en dan gaan we terug naar de studio. Hoe vonden jullie het gaan vandaag? Ja. Vonden jullie het leuk? Ja! Ik hoop dat jullie niet al te bang hebben gemaakt en dat jullie nog een keertje bij ons terug durven te komen. In ieder geval stuur ik deze 20 deelnemers terug naar de studio, terug naar Nikki om daar de jury aan te horen. Het is zover. Wij gaan afscheid nemen van een paar kandidaten van Nick en Nick Make Me a Model seizoen 2. Maar er zullen natuurlijk ook kandidaten overblijven. Het was een hele lange dag voor ze. Ik vind knap wat ze hebben gedaan. Helaas moeten we toch afscheid gaan nemen van een paar van onze boys en een paar van onze girls. Maar hoeveel en van wie? En wie gaan er door? Maar thank God hoef ik dat natuurlijk niet in mijn eentje te gaan beslissen vandaag. En krijg ik hulp van drie waanzinnige toppers. Twee afkomstig uit de waanzinnig leuke serie Brugklas. We hebben Wendy en we hebben You and I. En ik spreek het gewoon goed uit, hè? Ja, heel fijn. En we hebben een waanzinnige influencer in ons midden, in het prachtige oranje. En dan heb ik het natuurlijk over Sophie. Leuk dat jullie er alle drie zijn en heel fijn dat jullie mij gaan helpen, want het wordt heel erg lastig. Het is tijd voor de allereerste groep. Kom er maar bij. Kenson, Leighton, Veloise, Liv en Anna. Oh, hallo. Kijk eens even, hoe vonden jullie het? Heel leuk. Een beetje eng, maar ook een beetje leuk. Vond je het een beetje eng? Wat vond je eng dan? De slang. Ja, want jullie hadden die slang, hè? Oh. Kijk, want jullie allereerste foto's die hangen hier. Jullie hangen nu nog allemaal aan de muur. Ja. Maar er gaan natuurlijk straks wat mensen weg. Maar zijn jullie dat? Dat hangt allemaal af van jullie foto. Zullen we die foto er maar eens bij halen? De foto met slang, die staat hier nu achter mij. En, wat vinden jullie ervan? Ik vind hem eigenlijk nog best wel mooi geworden. Nou, wat vinden jullie ervan? Nou, ik vond het echt heel knap gedaan, omdat jullie allemaal natuurlijk met een slang op de foto staan. Omdat jij het ook heel eng vond. Vind ik het echt dat je het gewoon niet ziet in je gezicht, dat je er bang voor bent. En je bent allemaal super stuur op de foto met de slang. Echt heel goed gedaan. Ja, ik vind het ook een onwijs gave foto. Jullie stralen allemaal helemaal. En het lijkt bijna gezellig met de slang, als ik het zo zie. Gewoon een lekker zo'n onder onsje zo met z'n allen. Ik vind dat jullie het allemaal heel goed hebben gedaan. En wat mij is opgevallen van jou, Kenson, ik ben zelf ook heel lang. Ja. En ik herken het als ik met kleinere vriendinnen op de foto sta, dan sta ik zo helemaal terug. Dat heb je heel goed opgelost. Want je blendt zo helemaal goed erbij en het is een hele goede balans in de foto. Dus dat komt heel goed over. Wendy. Ja, zeker. En ik vind ook buiten het feit dat jullie met een slang op de foto staan, dat is al heel iets, is het ook heel knap dat jullie de slang door het hele beeld hebben verdeeld. Dus hij zit niet in een klein hoekje of zo, maar jullie zijn echt allemaal betrokken bij de foto. En jullie staan gewoon allemaal daar heel erg stoer met de slang over het hele beeld heen als een groep echt. Dus dat ziet er ook echt heel tof uit. Dan hadden we nog één puntje van de fotograaf, Otto. Jullie waren wel een giechelgroepje. En giechelen is heel leuk, maar ja, het kost natuurlijk ook een beetje tijd. Kloppen. Klopt, hè? Dus ik bedoel, giechelen hoort erbij. Maar als dat nog als tip, dat hè, als je op de set bent en het moet gaan gebeuren en jullie moeten die foto maken, dan moet je even heel erg geconcentreerd zijn. Want tijd is geld. Maar het is wel heel leuk dat jullie het natuurlijk echt leuk hebben met elkaar. Die slang heeft het natuurlijk ook druk, dus leuk weer door. Dus nou, dankjewel. Jullie mogen naar boven. Ja. Het is tijd voor het volgende groepje. Ja. Doei. 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 Tweede groepje is aan de beurt. Jaylin, Geneva, Ties, Jaden en Jessin. Kijk, daar komen ze. Nee. Zo. Dag knapperd. Kijk, nu zit dat haar gewoon een beetje naar voren, zeg maar. Hè? Op de foto ging het anders, hè? Ja. Vonden jullie het leuk? Ja. Ja? Jij vond het ook leuk? Yes. Zullen we gewoon eens even gaan kijken naar jullie foto, wat het geworden is? Ja. Daar komt ie. Cool. Ah, die is echt heel leuk. Wat vinden jullie ervan? Ja, cool. Ja, wel cool, ja. Wat vind je er cool aan? Nou, hoe het geëdit is. Hoe het geëdit is.
En hebben jullie met elkaar overlegd? Hoe ging dat? Ja, vertel. Ja, hun twee namen wel snel de leiding, want hun gingen een beetje bepalen wat we het beste konden doen. En dat ging wel goed. Ja, die meiden die dachten, wij gaan het even fixen en die mannen moeten even naar me luisteren. Ja. Zoals het hoort, toch? Zoals het hoort. Vind ik eigenlijk ook. Nou, goed geluisterd hoor, mannen. Vertel. Als ik zo, zeg maar, ik keek naar jullie foto, sprak me gewoon gelijk aan dat jullie allemaal heel erg krachtig op de foto staan. Jullie staan er gewoon echt allemaal als een soort superheld. Met een hele krachtige uitstraling. En dat vind ik heel tof gedaan, echt. Ja, Sophie. Nou, ik ben ontzettend onder de indruk van al jullie haar. Fantastisch! Dat gaat alle kanten op. Ik herinner me nog altijd dat ik naar school moest fietsen in de wind. Zag ik er niet zo uit. Was ik niet zo knap. Het is echt, jullie blikken, jullie stralen echt power uit. Jullie zijn nog hartstikke jong, maar jullie hebben een... Nou, we hadden het er al over. Attitude van echt power mannen en vrouwen. Dus ik ben wel echt omvergeblazen. Dankjewel. Dankjewel. Kennen jullie Beyoncé? Ja. Ja, ja, ook een beetje Beyoncé uitspreken. Ja, is echt top. Ja, de Beyoncé look. Bij allemaal, ook bij de mannen. Ja. You and I. Nou, ik wil als eerst zeggen, I love the photo. Want vooral omdat de wind zeg maar van voorkomt, ik heb het ook wel een keer gehad dat ik dan niet mijn ogen open kon houden. Maar zoals jullie kunnen zien, echt allemaal gewoon een fiers blik. Gewoon, ik sta hier, ik ga die foto maken. Allemaal knappe koppen, I love it. Ja, heel goed gedaan. Dankjewel. Vond ik ook. Als ik naar de foto kijk, dan zie ik heel veel attitude. En de mannen mogen hier misschien nog iets meer attitude krijgen. Want hè, het gaat natuurlijk niet alleen om de foto, maar straks komen er nog meer dingen bij kijken. En dat is ook in commercials. En dan moet je ook op beeld natuurlijk bewegend heel veel attitude kunnen laten zien. Maar dat is spannend, maar daar gaan we nog allemaal aan werken. En wat ik dan leuk had gevonden is als jullie nog iets dichter bij elkaar hadden gestaan. Want hier zit dan een gaatje tussen. En dan, dan voelt het net of jij een beetje de buitenstaander bent op deze foto. Maar ik ben het helemaal met de rest van de juryleden eens. Het is een waanzinnig toffe foto. En echt, jullie staan er allemaal goed op. Die wind, die hebben jullie geowned. Unite, zeg ik het goed? Ja. Nee, jullie mogen mega trots zijn op jezelf. Yes? En die boys, jullie moeten die meiden soms ook een beetje de baas zijn, hè? Niet altijd luisteren naar die meiden. Dank jullie wel. En we zijn aangekomen bij groep nummer 3. Kom er maar bij, Morgan, Kenza, Joost, Max en Emmanuel. Hey! Ken je Jody Bernal? Oh, daar lijkt jij zo op. Dat is een hele knappe jongen hoor. Kan heel goed zingen. Kan je zingen? Nee. Nee? Oh. En jullie kregen de balk. Jullie moesten balanceren op een balk. Wat natuurlijk lastig is, want hè, je moet wel een leuke positie aannemen. Maar ondertussen moet je ook nog blijven staan. Zullen we eens even gaan kijken naar het resultaat? Hier is jullie foto. Wat vinden jullie ervan? Wel cool. Wel cool. Geeft een stoere blik, oh, geeft het. En vonden jullie, hoe zijn jullie te werk gegaan? Vertel, wie nam de leiding? Nee, allemaal een beetje. Allemaal een beetje. Je zou ook gewoon moesten doen, dus. Dat kwam wel goed. Jullie hebben gewoon goed geluisterd naar Otto. Ja. You and I. Yes. Als eerste, jullie hebben het echt supergoed gedaan. Ik heb op deze foto erg gelet op jullie blik en jullie attitude. Ik miste alleen een beetje energie ervan afkomen en dat miste ik bij jullie een beetje. Voor de rest, in het geheel, vind ik het echt super, super goed gedaan. Alleen probeer het de volgende keer een beetje meer pit te geven. Zeg. Jullie het heel goed hebben gedaan. Het enige wat mij is opgevallen, dat er twee mensen waren die een beetje hebben gesmokkeld. Jij en... Kijk je voetjes. En het is natuurlijk ook een lastige opdracht, want je kan eigenlijk niet zo heel veel ermee. Dus ja, jullie mogen wel trots zijn op jullie zelf. Wendy. Ja, ja, ben ik er heel erg mee eens. Het is natuurlijk heel moeilijk. Jullie krijgen twee balken en er wordt gezegd, nou, verzin maar iets heel creatiefs. Een pose om daarop te doen terwijl je aan het balanceren bent. Dat is natuurlijk ook echt super moeilijk. Ik vind dat jullie het heel knap doen, want jullie staan natuurlijk wel gewoon op de balken daar te balanceren. En het is een van de moeilijkere challenges ook wel, vind ik. Voor de rest is het natuurlijk super knap dat jullie er zo, ja, stoer op staan terwijl jullie staan te balanceren. Dus echt heel goed gedaan wel. Dat zeker.
Ik moet zeggen, ik vind het een hele toffe foto. Ik vind jullie stoer, ik vind jullie eigen. Jullie hebben allemaal een eigen positie, waardoor het voor mij best wel gewoon interessant maakt om naar die foto te kijken. Inderdaad, er wordt een klein beetje gesmokkeld, maar ja, er zou ook vast foto's zijn waar jullie wel allemaal misschien gewoon met de voetjes op de balk staan. Ik vind het een mooie foto, dankjewel. Jullie mogen naar achter. En we gaan naar de laatste groep van vandaag. Groep 4. Kom er maar bij. Madelief, Feline, Jasmijn, Senna en Desmond. Hey! Hoi, daar zie ik een paar hele vrolijke gezichten. Jullie hebben natuurlijk ook een foto gemaakt op locatie. En jullie hadden wel een hele natte foto, hè? Ja. Zullen we eens even gaan kijken naar het eindresultaat? Ja. Hier komt die, jullie foto. We hebben de tuinslang er nog even bij gehaald. We gaan die gewoon nog een keer nat spuiten. Nee hoor. Maar hoe vonden jullie het? Nou, aan de ene kant weer leuk, aan de andere kant weer niet. Nee? Wat vond je niet leuk? Nou, dat ik de hele dag met natte kleren liep. Koud was het. Nikki. Ja, zo ben ik. Daarna mochten we ook in de auto. Ja. Dat was wel leuk. Lekker opwarmen een beetje. Ja. Ja, nou Wendy, wat vond jij van de foto? Ja, ik zei het net al een beetje, dat het natuurlijk, je bent nat, je bent koud, maar in de foto zie je dat eigenlijk helemaal niet terug. Jullie stralen echt, zeg maar. En jullie staan er gewoon super energiek en blij en het is een hele mooie foto. Ja. Dankjewel. Sophie, denk jij daar ook zo over? Ik ben het met Wendy eens. Ik zie jullie op de foto, jullie worden helemaal nat gespoten. Ik denk, als ik daar had gestaan, had ik niet gelachen, maar gehuild. Dus dat hebben jullie heel goed gedaan. Die kunnen jullie al in je zak steken. Ja, ik vind jullie gewoon heel cool. Dankjewel. You and I. Ik heb bij deze foto heel erg gekeken naar jullie uitstraling. En I love it. Jullie kijken allemaal echt gewoon, jullie staan daar en gewoon, ik doe dit gewoon even. Want het is heel lastig natuurlijk als er water op je wordt gespoten om je ogen open te houden en om serieus te blijven kijken. Het enige wat ik wel had is dat jullie allemaal een beetje een ander soort blik hadden. Dus dat kon misschien bij de volgende keer dat jullie allemaal een beetje dezelfde uitstraling hebben, een beetje dezelfde blikken. Maar voor de rest super goed gedaan. Dankjewel. Een mooie foto, goed gebruik gemaakt ook van de lengtes, de iets kleinere voor, de wat grotere naar achter. Alleen, en dat ben ik wel met you and I eens, jullie hadden eigenlijk een thema moeten afspreken. Hè? Want je had juist of kunnen denken, ik word nat gespoten, we gaan allemaal voor extreem blij van woe in de regen. Of juist van, we vinden dit helemaal niks en we staan er stoer op. Je mist een beetje het verhaal in een foto. En dat is heel belangrijk bij het maken van een foto, dat er een verhaal te zien is. Want dat maakt een foto interessant. Dus dat is een tip. Als je dan met elkaar een foto moet maken, spreek dan af wat het thema gaat zijn. Nou, dankjewel jongens. Jullie mogen naar achter. Doeg! Ja jongens, het gaat heel lastig worden. Wij gaan even overleggen en wij zijn uiteraard zo terug met de uitslag. Want wie mogen er blijven en wie gaan er naar huis? Het moment is daar. Wie gaan er door naar volgende week? Wie doen er nog mee aan Nick en Nick Make Me a Model seizoen 2? En wie moeten er helaas naar huis? Het is tijd om ze er allemaal bij te halen. De 10 boys en de 10 girls, kom er maar bij! Kijk! Jongen, als jullie hier zo staan, ben ik gewoon eigenlijk helemaal trots. Jullie zijn zo leuk met z'n allen. Maar het is een hele grote groep. Maar ja, het is natuurlijk een wedstrijd. En met een wedstrijd moeten we ook afscheid gaan nemen van mensen. Dus er zullen boys en girls niet blij worden en sommigen wel weer heel blij worden. Want wie gaan er door naar volgende week en wie moeten we helaas naar huis sturen? Laat ik beginnen met het feit dat jullie al gekozen zijn uit 9000 boys en girls. Dus eigenlijk, en zo moet je het ook maar voelen, zijn jullie allemaal winnaars. Maar ja, dat is natuurlijk altijd een beetje dat je denkt, ja, ik wil gewoon door. Dus ik ga gewoon snel beginnen. Jullie staan hier met z'n 20. En ik ga nu iets zeggen waar jullie denk ik misschien wel een klein beetje van gaan schrikken. Want we gaan vandaag afscheid nemen
van 10 van jullie. De helft van de groep gaat naar huis. En de andere helft gaat door naar de volgende aflevering. En maakt nog steeds kans om Nick en Nick Make Me a Model seizoen 2 te winnen. Willen, naar voren komen. Kensen, Leighton, Veloise, Liv en Anna. Jullie zijn door naar volgende week. Gefeliciteerd! Willen, naar voren komen. Madelief, Feline, Jasmijn, Senna en Desmond. Jullie zijn helaas niet door naar volgende week. Jullie hebben het fantastisch gedaan, mogen echt heel trots zijn op jullie zelf. Jullie krijgen ook een waanzinnige Nick en Nick goodie tas mee. Maar we moesten kiezen en we hebben gekeken naar de foto. En een andere foto sprong er toch iets meer uit dan jullie foto. Maar ik wil jullie ontzettend bedanken en want jullie zijn fantastisch en al gekozen uit 9000 andere boys en girls. Dan hebben we nog 2 groepjes over. Dit is natuurlijk altijd een vervelend momentje, want er gaat zo dadelijk 1 groepje juichen en het andere groepje gaat niet door. De groep die we volgende week terug gaan zien in Nick en Nick Make Me a Model seizoen 2 is de groep van de wind. Yes! Yes! Jalen, Geneva, Thies, Jaden en Jessin, jullie zijn door naar volgende week. En helaas, maar ook voor jullie, onthoud, jullie zijn fantastisch. Jullie hebben het goed gedaan, maar we moesten een keuze maken. Dus ook een groot applaus voor Morgan, Kenza, Joost, Max en Emmanuel. Dankjewel jongens. Het is een spannende wedstrijd waar ik gelukkig niet in mijn eentje de keuzes moet maken. Ik wil jullie, de jury van vandaag, ontzettend bedanken. You and I, we hebben natuurlijk Wendy en we hebben Sophie. Dankjewel dat jullie mij geholpen hebben in deze hele lastige setting. En jongens, jullie ontzettend bedankt. En ik hoop natuurlijk dat jij volgende week weer kijkt. Dankjewel. Applaus.